Ja, ja, natuurlijk vis je weer samen hier met Johnny. Hallo. Die ook een YouTube-kanaal hebt trouwens, hè? Dat hebben we gezien. Dus in ieder geval zijn links staat natuurlijk in de beschrijving. Altijd handig. En we gaan de tweede DLC-map spelen. We zitten nog steeds in dezelfde lobby. Dus ja, ik hoop dat het een beetje goed gaat. Het was een beetje een sniperachtige lobby. Maar ik neem natuurlijk achter elkaar die maps op. Ja, en dan, ja, dan is het beter om even in die lobby te blijven natuurlijk. Overload gaan wij spelen. En voor mij heeft Johnny al gespeeld. Klopt. Hier zit er wel een leuk fietsje in. Ja? Oké, okay, ja. Nou, dan gaan we zien dan. Oh, is dat met die nano-swarm of zo, die swarm? Nee, dat is swarm. Die hebben ook nog. Er zit ook geen nano-swarm volgens mij, swarm, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oké. Okay. In ieder geval Overload, daar gaan we op spelen. Op in Arabië of zo, hè? Is die Arabisch tekens hier? Oh, ik had eerst dat het een map van de MW3 was, van de DLC-pack, maar dan leek het in eerste instantie op, maar dat was ik niet zo. Oké, nou ik weet het niet of er één nagemaakt is, dat weet ik eigenlijk niet. als je in het laatste gaat hier dat ding zit met die stralen erin, met die bliksem, ja. Daar, dat heeft ermee te maken. Oh, dat is die extra die je via de care package zeker kan krijgen, denk ik. Nee, dat gebeurt automatisch zo meteen, maar je ziet het vanzelf wel. Okay. En ze gaan het ook wel vanzelf zien. We gaan het gewoon zien en ik ga even met de HBR Infinity spelen. Altijd leuk natuurlijk. Het ziet er in ieder geval een beetje, hoe zou ik het zo zeggen? Het ziet er in ieder geval een beetje kleurrijk uit. En dat is ook wel belangrijk. Ja, godverdomme. What the fuck heeft hij voor wapen? De blunderbus? Wat is de blunderbus? Ik weet het niet, die heb ik ook nog niet tegengekomen. Wat is de blunderbus voor wapen? Een shotgun waarschijnlijk of zo. Is dat, ja, dat is een shotgun. Is toch een nieuw wapen dan of zo? Nou, ik weet niet of er een nieuw wapen in zit. Ik heb me zo diep, heb ik me ook nog niet in. Ik ga zo even kijken, heel snel. Als het zo is, dan ga ik er wel even mee spelen. Ik denk dat het een nieuw wapen is, de blunderbus. Dragonfire, ja, ik denk het wel. Ik denk toch dat het een nieuw wapen is. Wacht, volgens mij zijn dat de wapens die je uit de care packages moet kopen. Of krijgen, of moet kopen. Echt waar? Ja. Volgens mij was het zoiets, ja. Oh ja, oké, dat wil ik kopen. Nou, ik ga niet kopen, sorry. Ik kan niet van kopen. Is gratis? Gratis ben ik van. Wat zijn ze allemaal met shotguns aan het spelen, deze gasten? What the fuck? En ook die naam ook weer, hè? Dus, er zitten nog geen x's in, maar allemaal cijfertjes en weet ik wat allemaal. Jij gaat lekker erboven blijven. Deze map niet, jongen, hij is wel groot, man. Oh, je valt hier. Ja, hij is groot. Hij is groot, man, deze map. En. Klopt. Je hebt heel veel, je hebt aardig wat. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het wel grafisch en mooi uitzien. Dat moet ik wel weer toegeven. Deze map. Ja, oké. Hij is raar groot. Hij is sterf, die is jong. Krijg een care package. Ik ben helemaal gek van die shotguns. Ja. Ik zit alleen maar met die shotguns te spelen nu, joh. Maar het is wel, het lijkt net of het een shotgun is of zo, die alleen op deze map is of zo, misschien zoiets of zo. Dat durf ik echt niet te zeggen. Dat lijkt er zo op, omdat die, hoe moet ik het zeggen, onder zo'n dragon ding is, snap je? En dan. Zakken, ah joh. Ga je gauw zo denken? Ik denk van even. Ga je gauw zo denken, hè? Omdat zo'n dragon-achtige, weet ik veel dingen heb, ja, ik weet niet. Wat je hier ook hebt, dat zijn die vieze. Ik kan in de hoekjes waar ze in kunnen gaan zitten. Dat is echt wel een nadeel van die map. Doei, Kingslayer. Mr. MVP, hoor. Waarom is hij niet... Oh. What the fuck? Ik ga nou echt kut. Wow! Wat, nog één? Waar kom jij er vandaan? Ik zag jou niet allemaal staan hier in het hoekje. Wat is dat dan? Ik vind het Ja, wat sla je mij nou weer? Ze staan ook gewoon keihard te campen, hè? Op hoekjes en zo. Nee hoor, vol mee. Nee, oké. Okay. Dacht ik dat ik gek was. Maar... Kut man, ik speel dan ook slecht eigenlijk. Maar je moet eerlijk zeggen... Ja, ik ben ook slecht. Jezus mensen, ik vind het ook echt een... Ze spelen zo campy, dan ga je automatisch ga je... Ga je gewoon wat meer. Je gaat wat meer naar hun toe rushen. Want, als ik het goed zie. Wat de fuck, ik dacht dat ik wat zag daar. En ja, ik weet niet. Ik vind het. Een van de mindere maps tot nu toe. Kijk. Ja, we hebben toch gekild. We hebben weer zo'n
Een PDW royalty. What the fuck is dat voor ding, jongen? Op die dingen schieten, maar niet in de buurt gaan staan. Oké. Okay. Dan ga je zelf, ben je zelf de shark. Oké, 40 meer. Wow! Bullshit. Oké, okay, heerlijk. Heel lange system hack met zo'n flash erin en... Ja, dat is echt AIDS. Het is een lange strico, die gast. Oké, okay, dat ding dat straalt jou dood, hè, zeg maar, hè? Ja. Ze gaan er niet zelf niet dicht in de buurt zijn. Nou, daar ben ik ook niet van, hoor. Nee, maar... Dan ben je even gewaarschuwd. En je denkt van, nee, ik zie even op zo'n ding en... Oh, maar Oula... Hoe werkt het? Charge dat één keer in de zoveel tijd? Ja, de charge en één keer in de zoveel tijd een keer erop schieten en dan... Oké. Op zich wel grappig bedacht natuurlijk, maar... Ja. What the fuck? Ja. Oh. My god. Sterft die jongen. Kun je niet in, kut hè? Ik ga echt. Ik vind het een lastige map dit om te spelen. Heel kut nu. Oké. Nou, ik vind. Oh. Jezus mensen, wat de fuck man? Ja, bizar hè? Ik vind het echt. Ik weet niet wat ik hier moet denken. Het is op zich wel een leuke map hoe dit eruit ziet, maar ik denk dat het echt alleen op Ground War deze map gewoon wel een beetje speelbaar is, zeg maar. Ja, maar dan wordt het nog harder campen. Ja, Ground War dan niet, maar als je Domination is, dan wordt het echt bout. Ja, ik weet je bedoel, ja. Dan zitten ze echt overal... Oh my fucking god. Even campen hier. Fischie. Even hier campen. Kom maar hier. Kijk, ik heb hier een UAV. Ja, Bloodthirsty, hey, woehoe! Heb je Bloodthirsty? Oh god. En dit zijn toch wel van die deads dat ik denk van... What the fuck? Ik moet ze nou patchen, snap je? Ik word geslagen terwijl ik hier... Hij is bijna dood al. En ja, het slaat helemaal nergens op. Het is gewoon een panic knife en dan word je gekild zo. Even kijken. Ik vind het ja, op zich... ik vind het een beetje een slow... Hoe moet ik zeggen, een slower map, zeg maar. Dat ja. Hij speelt traag, omdat hij wat groter is natuurlijk. En die dingen zitten er in het midden en... Het is op zich niet slecht bedacht of zo, maar... Ja, nee, dat had niet zo gehoeven voor mij. Voor mij had het niet zo gehoeven. Dat had iets ruimer moeten zijn. Ja. Oh, hij heeft gekild voor mij door de dingen, hè, die de bliksemschrift zien. Ja. Maar charge je nou zelf of zo op een of andere manier? Want dat ja, volgens mij charge je zichzelf op. Want ik snap het nog steeds niet echt, als ik heel eerlijk ben, hoe dat werkt. Ja, volgens mij charge je eigen op en als jij er dan op schiet, dan gooit die lading weg. Ja. Maar toen dus die gasten dood kunnen gaan, dan moeten ze eigenlijk weer opladen. Ja. Zo werkt het. Fucking hell. Het is inderdaad gewoon een hele trage map dit, vind ik zelf, maar... Ja. Dat kan niet, Chris. Ah, fuck. Gedaan. Wel gewonnen trouwens, hey, dat is wel mooi, want we stonden dik achter, volgens mij. Ja toch? We stonden ook een dikke min en... Ja. 20 om 15, ja, het is geen spectaculaire scores, maar ja, het is gewoon de eerste potje die ik echt op die man speel. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken, ik vind zelf... Ik vind hem te groot, zou ik zeggen. Al hebben we trouwens wel 100 kills gemaakt in 7 minuten, maar ik heb nou niet echt het idee dat ik 20 kills gemaakt heb op een hele manier. Het is ook wel heel erg mooi verdeeld hoor, over het hele team, hè, dus dan... Ja. Ook nog een beetje zo. We hebben trouwens voor degene even care packages gaan we even openmaken. Oh god, pack opening. Pack opening hebben. En dat gaan we even doen. Krijgen we weer helemaal geen reet uit natuurlijk jongens. Kijk maar, let maar op. Elite crossbow. Oh, daar heb ik nou net. Dat wil ik hebben. Ja toch? Ja, maar jongens, we zien jullie zo meteen bij de volgende map. Oh nee, die komt waarschijnlijk voor jullie morgen online. Ik ga jullie zien. Bye bye. Bye.